Lieve Patrice, loop even met me mee. Ja? Want Irene wil jou nu even een compliment maken. Dat gaat over een schitterende foto. Ik zag in de Linda. Ik vind het echt pittig dat je dat durft. Ja, ik doe dat heel snel. Want ik mogen het niet zien, de foto. Jawel, dat mag. Ja, laat de foto zien. Het is gewoon zondagmiddag. Van bread and butter pudding naar andere pudding. Op zijn kop. Zo. Nee, ik kan gewoon zien. Nee, dat maakt het nou zal uit. Zal ik ze even laten zien? Nee. Ja. Oh, nee. Waarom besloot je, ik doe dat gewoon? Ik doe mijn rits open en ik ga Nee hoor. Nee, natuurlijk niet. Ben ik zo lullig? Nee, Linda had dat idee, want ze ging dus deze foto's had ze verzonnen. Omdat borsten zijn natuurlijk heel belangrijk voor ons. En ik kan niet vaak genoeg zeggen dat je daar heel goed voor moet zorgen. Dat je het moet voelen, of er knobbeltjes zijn. Want je weet, borstkanker, je kan het zomaar krijgen. Dus je kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus we staan daar allemaal achter. En als ik daar iets voor moet doen, dan doe ik dat. Want er is ook een hele lieve vriendin van mij overleden. En daar heb ik nog verdriet van. En dus ik let daar ook op. Ik ben er heel zuinig op. Ik voel ook altijd onder de douche. Dus je hebt gewoon een bedoeling. Dus om daar een beetje aandacht voor te vragen. Wij schenken ook allemaal onze gage aan de borstkankerbestrijding. Nou, dus, en daar hebben we het voor gedaan. En voor een goed doel doe ik alles. Nou, dat blijkt.